Hallo mensen, welkom terug in Kerbal Space Program. Programma, net hoe je het wil noemen. En vandaag gaan we dus weer verder. En vandaag gaan we iets anders doen dan de vorige keer. De vorige keer hebben we hier in de Vehicle Assembly Building een raket gemaakt. Maar vandaag gaan we in de Space Plane Hangar een vliegtuig maken. Hopelijk gaat dit een beetje goed. Dit is een vliegtuig wat zeg maar door de developers is gemaakt. Ik ga proberen een beetje degelijk te doen. Ik wil alleen even weten, want ik heb het al een keer geprobeerd. Alleen toen gingen mijn motoren niet aan. Dus dat is gewoon een basic jet engine. Zo. En dat is een luchtintake. Maar liquid fuel. Onthoud, liquid fuel. Dan gaan we namelijk nu even een nieuwe maken. En dus met een mooie cockpit. En ik begin ook maar gewoon met de MK1. Uiteindelijk zullen we dus waarschijnlijk naar iets cools zoals de MK2 inline gaan of zo. Dit is wel grappig, hierbij kun je dus twee cockpits hebben zo. Doet wel dat van die heel snelle speedboats denken. Maar goed, vandaag gaan we gewoon met een MK1 werken. En we hebben dus nodig liquid fuel. Ja, de vorige keer probeerde ik het met gewoon normale fuel. Nee, dat gaat hem niet worden. We hebben ook voor MK1 zoiets. Ik denk het eigenlijk niet. Hier is het schuld, laat maar. Ja, ik denk dat we gewoon van deze dingen moeten. Nee, houd het al op. Zijn. Drie van die dingen. Basic jet engine. Ja. En Oké, hier wil ik een keertje een vliegtuig mee gaan maken. Dat is alleen voor de volgende video. Ooit heel ver in de toekomst, als ik een beetje beter in deze game ben geworden. Die gewoon. Maar een vliegtuig heeft vleugels nodig. En die zijn een beetje klein. En deze ook. Ik moet sowieso wel vast even in symmetrie modus gaan. Die zijn te klein, denk ik. Oh, dat is een delfin. We gaan dat doen. Waarom zijn deze allemaal zo klein? Ah, dit is een beter werk. Ik moet nu alleen wel bedenken. Center of mass. Center of lift. Thrust of niet. Als ik het me goed herinner, moet de center of lift iets achter de center of mass liggen. De lift is dat blauwe pijltje omhoog en de mass is dat bolletje met geel en zwart. Dus als ik het goed wil doen, moeten de vleugels daar zitten. Zoiets als dat. Alleen klopt dit nog niet omdat ik nog geen wielen of zo daaraan heb zitten. Ja. Wielen. Ja, hier staan wielen. Alleen ik wil als eerste deze voorop hebben. In principe mogen deze nu weer eraf voor nu. Alleen dan moet ik nog voor de onderkant van mijn vliegtuig. Werkt dit?
dit gaat misschien wel werken. Dan zit hij een beetje naar achteren. Dus dan kan hij ook opstijgen. Dat is in elk geval wat ik denk en hoop. Ik ben alleen nog één ding vergeten. En dat is dat hij lucht nodig heeft. En je zou denken, het is een vliegtuig. Het hangt in de lucht. Maar dat, zo gaat dat niet. Het moet ook nog de motor inkomen. En waar staat dat? Ik denk niet dat... Het staat wel bij aerodynamica. Maar net gaan zeggen, ik denk niet dat het bij aerodynamica gaat staan. Very high altitudes, dat heb ik niet nodig. Dit wil ik gewoon deze man moet gebruiken. En dan moet ik nu weer even hier naar gaan kijken. En dat is gewoon nog steeds goed. Hoe ga ik hem noemen? De hel. Zal ik gewoon wat minder origineel zijn. En hem gewoon mijn eerste vliegtuig noemen. Smiley face. Dat doet hij niet. Ah, jammer. Save. Ga het gewoon proberen. Nee, niet exit. Launch. Hij staat nu alleen nog maar. En volgens mij leunt hij op de air intake. Maar het begint toch goed. De motor draait. Shit. Hij is dood. En mijn vliegtuig gaat verder. Nou ja, revert to launch. Ik probeerde in de cockpit te komen. Dat is gewoon met de view button. Dit is cool. Kan ik ook... Daar. Ik kan nu kijken waar de engine aan staat. Oké. Here we go. First person. Oh, dat geluid. Doe dat blok. Oeh. Waar ben ik? Het was niet zo slim om op A en D te drukken. Ja. Oké. Revert to launch. Bill Kerman was killed. Ja, yeah, sorry Bill. Oké. Nog een keer proberen. Vol gas. Motoren aan. Trek op. Oh shit. Ik heb niks om op te trekken. Dit trekt ook. Een soort van. Ik moet even gaan kijken wat er op die andere zat. Dat ik kon optrekken. Ja. Oké. Ik zie nu dat ik de wielen in principe. Oh, goed heb gedaan, al even best ik dit nu. Ja, ze hebben dus hier nog Elevon 3 dingen aan de vleugel zitten. En wat zijn dat? Tennis Mobility Enhancer. Oké. Nou goed. En ze hebben dus deze dingen hier. Oh shit, daar ga ik weer. AVR 8 winglets. En die zit ook hier voorop. Alleen wat kleiner gemaakt. Dus die ga ik proberen te vinden. Ja, load. Wat zijn dit? Waarom kan ik hier niet op klikken? Oh, omdat ze niks doen. Aerodynamica.
Elevon 4, Elevon 5, Elevon 2, Elevon 3, Elevon 8 hadden ze toch? Dit werkt ook. Zo. Nee. En die controle dan. Pitch en roll. En jullie. Oh. Shit. Huh. Daar. Ja. En dan nu nog. Winglets. Nog wat. Deze. Ik moet zeggen. Ik leer nu best wel wat. Ik wist niet dat het zo nauwkeurig was. En dit mag dan. Ja. Ja. Nee, ja. Doen. Ik moet kijken, is dit nog goed? Nee. Dit mag in zijn geheel. Voor. Daar naartoe. En jij mag in principe. Gewoon in je eentje. Wel daar. Het ziet er niet uit, maar dan sleept hij tenminste niet over de grond. Ik denk dat dit helemaal goed gaat komen. Ik weet niet waarom ik daar weer stotterde. Dus het gaat de muziek uit. Oké. Okay. Tot zover. Ja? Ja? Gaat het nu goed komen? Hij trekt zichzelf recht. Hey. Oeh. Ik ben opgestegen. Alleen ligt het gewicht wel heel ver naar voren. Mijn wieltjes inklappen. Kan ik. Oh. Het. Rollen gaat slecht. Uit het water blijven, uit het water blijven. Goed zo. Ik wou zeggen, het rollen gaat slecht, maar dat is. Het sturen. Oeh, het rollen gaat heel goed. Wat zijn die eilandjes eigenlijk? Let's take a closer look! Als ik er überhaupt kan komen zonder te crashen. Oké, ik weet dus al wat ik de volgende keer beter moet gaan doen. Die air intake moet naar achteren. Ben ik halverwege? Nee. Ik denk dat dit wel een poosje gaat duren. Nee, auto. En dan first person. Oh, nee, dit gaat niet goed. Ik bedoel, rol. Oh. Ik moet er niet te veel aan doen. Ik moet gewoon zorgen dat ik in de lucht blijf. En dat ik een beetje kan gaan zien wat daar nou is. Life support. Het is misschien wel, oh, slim. SES werkt. Dat is handig. En RCS. Oh, dat waren niet. Dat zijn die thrusters. Die heb ik niet. Dus nu zorgt hij er gewoon voor dat ik gewoon nu zo blijf. Zal het een vliegveld zijn? Voor het geval dat het dat is. Wat gas terug. Wielen uit. Ziet er best wel cool uit. Ik denk het, serieus. Vlieg het is, heb ik lichten? Ik denk het niet. Oh, nog meer gas terug. Remmen. En dan nu zo. Oh, 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 oh. Dat weet ik zeker. Het is een vliegveld. Ik ga de volgende keer ga ik proberen hier te landen. En niet op deze manier. Maar gewoon met dat ik in principe ook weer kan opstijgen. Ja. Ik heb veel geleerd in deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik bedank jullie allemaal heel erg voor het kijken. Ik zie jullie in de volgende video. Ik heb nu de motoren afgekapt. Ik koppel ze los. En dus zit ik ze weer compleet aan. En dus zit ik nog met één motor
die was waarschijnlijk niet. Ja, hij had zich wel nog hoog gehad, maar nu zeker niet meer. En nu ga ik even recht naar beneden. Ik moet goed. Oké, oplossen. Ik vergat de parachute.